Leuk dat u weer kijkt naar Fire and Food TV. We hebben vandaag de focaccia namelijk van Boboli. En het leuke daarvan is namelijk dat je aan de ene kant kun je ze lekker op de barbecue leggen. Dan heb je paprika met olijf en kaasuien of met lekkere zontomaatjes. Maar wat we nu gaan laten zien is bijvoorbeeld deze. Daar zitten wat olijfjes op. Mooie zwarte olijfjes. Mooie zwarte olijfjes of hier ook nog. En die gaan we eigenlijk als ondergrond gebruiken. Als basis. Want we gaan er eentje maken met een lekkere hamburger erop. Iets met choco dip voor de dames. En uiteraard lekker, altijd makkelijk, zalm. Dus we gaan drie verschillende manieren om te genieten van de focaccia. Ja. Nou, jij hebt het een en ander al voorbereid, Bastiaan. Klopt, helemaal. Want we willen jullie niet vermoeien met een filmpje van 12 minuten. Dus? Want uiteindelijk gaat het om resultaat. Ik heb, zoals je kan zien, de focaccia heb ik voorbereid indirect op de barbecue. En dan kan ik mooi direct mijn hamburger bereiden. En die heb ik zo meteen nodig voor een van de receptjes. Dus voilà, die leggen we die kant. Nou, hier drie focaccia's. Heel makkelijk bereid. En zo ziet het. Allemaal geen probleem. Oké. Dat zijn ze. Driemaal. Op drie verschillende manieren. We beginnen even met deze. Leggen we even weg. Die is voor de. Pak even een bordje, Bastiaan. Voor de choco's. Hallo hoor. Die. En dan beginnen we even met de hamburger. Leggen we deze hier ook even neer. En hoe gaan we dat doen? Nou, het mooie is van zo'n focaccia is dat je dat prima even open kan snijden. En dan krijg je eigenlijk een soort broodje. Die je kan vullen. En dat gaan we dus doen. En dit keer maken we er een heerlijke hamburger van. Ja, dat is natuurlijk voor mij natuurlijk genieten. Ja, super. Eens kijken, voilà. En hoe gaan we die hamburger maken? Hier hebben we wat barbecue saus. Die doen we erop. Je maakt er wel een feest van. Ja, dat moet ook. Dan verbrokkelen we wat gorgonzola over. En dan moet je een beetje naar smaak doen. Hè? Dat is de een wil wat meer dan de ander. Dus kijk wat je daar zelf lekker in vindt. Hè? Dat is je eigen creativiteit en smaak die dat gaat bepalen. En wat we met de hamburger gaan doen, die gaan we ook even door het midden snijden. We hebben een mooie dikke hamburger. Ja, kan het makkelijk, hè? Precies. En dan kunnen we die. Het is wel gelijk een. Het is mooi, hè? Beste hap, Bastiaan. Als je hier geen trek voor krijgt, dan weet ik het ook allemaal niet meer. En dan heb ik hier gekarameliseerde uien. Dat wil zeggen dat ik ze op heb gezet in een pannetje op de barbecue met wat bruine suiker en balsamico. En dat lekker laten inkoken. En totdat die mooi stroperig wordt. En daar toppen we mee af. Ja. En dan is het. Dat is één. Die recht. En dan nummertje één. Nou, zalm doen we eigenlijk weer hetzelfde als wat we met die hamburger hebben gedaan. Is we snijden even weer de focaccia open. Focaccia. En niet vergeten natuurlijk dat we de zalm uiteraard van tevoren hebben gaar gemaakt. Hè? Ja, die hebben dus we even bereid. Geen rauwe zalm erop, want dan krijg je gelijk zo'n sushi-achtig idee. Ja, dat is natuurlijk een focaccia. Precies. Een Italiaans brood. Mee aan de slag. Daar hebben we wat rucola voor nodig. Dat gaat op de bodem. Zo. En die zalm hebben dus inderdaad tijdens een focaccia dat die aan het gaan is op de barbecue, hebben we ook de zalm erbij gelegd. En dan is dat eigenlijk tegelijkertijd gaar. En dan kan je hier verspreiden daar netjes op die manier. Ik krijg al trek, Bastiaan, alleen als ik het al zie. Mooi zo, hè? Ja. Zo, en super gezond, hè? Ja, dit is absoluut lekker en gezond. Smaakvol. En wat we dan doen, om toch een klein pitje aan die zalm te geven, heb ik hier wasabi mayonaise gemaakt. Eigenlijk heel simpel, mooie mayonaise pakken, daar wat wasabi doorheen en dan ben je klaar. Een heel klein beetje citroen voor het visje erbij. En dat verspreiden we over het dekseltje, zodat het makkelijk egaal verspreid is. En Edwin, ja. Goed, dan weet je wat er gaat gebeuren, hè? Hij gaat dicht, hè? Yes. Zo, mag jij me hier op het bord leggen? Nummer 2. En dan krijgen we nummer 3. Ja, en dat is leuk. Dat is een zoete variant. Zou je zeggen, ja, zoet kan dat wel met zo'n broodje? Dat gaat perfect. Wat ik heb gedaan, ik heb wat chocolade gesmolten op de barbecue. Een beetje room en chocolade. Wel smelt chocolade of een mooie puur chocolade pakken, dan gaat dat goed. En wat we daarmee doen, is dat we de brood in mooie blokjes snijden.
Ja, goed, en wat je daar, je kan dat serveren als, hè, bij het dessertje waar iedereen lekker mee kan dippen. Maar wat we doen is dat we op een gegeven moment focaccia erin. En hier heb ik spek. En we hebben even aangezet op de barbecue, dat hij mooi krokant is. En geweldige combi. Zou je niet verwachten, maar echt super lekker dit. Nou, zal ik dan ook even proberen dan? Want... Probeer het, hè. Het is normaal nooit zo mijn ding. Maar ja, kan altijd verrast worden. En zo zie je maar weer, in een korte tijd, op drie manieren focaccia. Zo kan je zien hoe veelzijdig zo'n focaccia er is. En eigenlijk, ja, je eigen creativiteit is je eigen begrenzing. Lekker met zalm, of de hamburger variant. En zelfs een zoete touch uit zo'n focaccia. Ja, het werkt super. Dus nou, ik zou zeggen, ga hiermee aan de slag en experimenteer. Moeite waard. U ziet het, met focaccia's van Boboli uit Spakenburg kun je meer doen dan alleen op de barbecue een beetje opwarmen. Je kunt er een lekkere hamburger van maken, een lekker zalmbroodje. Je kunt zelfs creatief zijn met chocola. En er zijn natuurlijk nog vele malen mogelijk, veel meer mogelijkheden. Nou, wij dagen u uit. Maak er een mooi recept van. Probeer het en stuur het ons per e-mail toe. En wij beloven u dat we dat dan in een van onze volgende filmpjes laten zien. Hoe dat mooie recept dat jij gemaakt hebt eruit ziet en hoe dat smaakt. Ja, goede deal, hè? Ja, goede deal. Maar... wil je weten hoe je dit moet maken? Dan kijk hieronder op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV voor de recepten. En uiteraard ook waar je het brood kan kijken, krijgen. Dat ga, de, sorry, brood. Dat is wel heel erg. Ja. Voor Katja kan krijgen van Boboli op www.boboli.nl. En natuurlijk kun je nog steeds gratis abonneren op ons YouTube-kanaal Fire & Food TV. Ik zou zeggen, tas toe. Maak het lekker en laat je verrassen. Geniet ervan.